Het is zover. De 100ste aflevering van Renault Live. 100 afleveringen waarin we al jaren op zoek gaan naar gepassioneerde mensen. En om deze 100ste aflevering van Renault Live te vieren, gaan we de komende 3 afleveringen langs bij oude bekenden. Kennen jullie Tessel en Do nog? De passie van deze twee zussen voor bier werd de aanleiding voor het opzetten van hun eigen biermerk. Gebrouwen door vrouwen. Inmiddels zijn we al 3 jaar verder en hebben ze het al heel ver geschopt. Maar daar gaan ze onszelf meer over vertellen. Kom maar mee. Tessel en Do, ja. Hoe gaat het met jullie? Goed. Goed, zeker, heel goed. 3 jaar geleden ben ik bij jullie langs geweest. Wat is er in de tussentijd allemaal met jullie gebeurd? Heel veel. Ja, we zijn echt al. Het bedrijf is flink gegroeid. Ja, we zijn nu met 14 mensen alweer. We hebben eindelijk een eigen kantoor, dus niet meer bij mij thuis in de woonkamer. Ja, want ik herinner me nog dat jullie toen een soort driehoog. Een keukentje met plastic Tupperware bakjes en emmers waarin jullie zelf allemaal aan het brouwen waren. Ja, klopt. We hadden toen 4 bieren, we hebben er nu 8. Ja. Dus dat is ook flink uitgebreid. Ja. En we openen binnenkort onze eigen bar. Als je nou in 2019 terugkijkt naar toen, hadden jullie 3 jaar geleden verwacht dat jullie hier nu zouden zijn? En, nee, natuurlijk. We hadden echt niet durven dromen dat het zo'n groot succes zou worden. Ik herinner me ook dat jullie het bier toen ergens op 1 plek op de tap verkochten. Ja. Zijn er nu meer plekken waar jullie het op de tap verkopen? Ja, zeker. Zijn er nu al bijna 600 door heel Nederland. Jemig, dat is heel veel. Ja, er zijn heel veel cafeetjes, restaurantjes, strandtenten, ja, allerlei hotels. Nou ja, ik ben natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar jullie nieuwe café. Dus laten we daar eens een kijkje gaan nemen. Ja, we gaan binnenkort open, dus het is heel hectisch. Ja. Goed, ik hou van hectiek. Ja, dit Tada! Is de bar. Ja. Ongelooflijk zeg. Dit is de droom die werkelijkheid wordt. Er moet nog heel veel gebeuren, maar dat gaat allemaal goed komen. Ja. Als we nou een beetje terugkijken, wat waren nou echt de hoogtepunten? Ja, zijn er veel. Ja, maar ik denk wel echt één hoogtepunt is dat toen er in november zoiets, dat is ongeveer het miljoenste biertje van in 1 jaar. Ja, dat vind ik persoonlijk een hoogtepunt. Ja. Ja. Miljoen en, biertjes. We zijn China achterna gevlogen om daar te kijken hoe het bier in de Chinese kroegen ligt. Ja, de bar natuurlijk is echt wel echt een hoogtepunt. Ja. En eigenlijk elke keer als je een nieuw biertje released, is het ook wel echt een groot hoogtepunt. De afgelopen 3 jaar is natuurlijk heel erg veel gebeurd, maar ja, de komende 3 jaar gaat er misschien ook wel heel veel gebeuren. Ja. Wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen, ja. We gaan gewoon lekker zo door en vooral veel nieuwe bieren weer brouwen. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Deze bar hopelijk dat het een succes wordt. Ja. En ja, ik denk dat je over 3 jaar weer terug moet kijken. Nou, ik denk dat dat een heel goed plan is. Ik wil jullie enorm bedanken. Ja, thanks. Ik ben heel benieuwd en ik kom zeker over 3 jaar terug om even te kijken hoe ver jullie dan weer zijn. Gezellig. Wat leuk dat we bij de 100ste aflevering van Renault Live terug mochten komen bij Gebrouwen door Vrouwen. En dat we meteen hun nieuwe bar konden bekijken. De volgende keer gaan we opnieuw langs bij een oude bekende van Renault Live. Ben je nou benieuwd naar wie? Zorg dan dat je Renault TV goed in de gaten houdt. Oh ja, en abonneer je op het YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Tot kijk!